Hey, hallo jongens en meisjes. Leuk dat jullie er weer zijn. Gezellig bij de online kinderdienst van de Ontmoetingskerk. Hey Erik, jij bent er ook weer bij. Ja, gezellig. Leuk dat jullie er allemaal weer zijn. Hoi. Hey, wat gaan we doen vandaag? Nou, we gaan vandaag weer zingen, luisteren naar het Bijbelverhaal, samen bidden. En aan het einde mogen jullie weer gezellig gaan knutselen. Kijken jullie mee vandaag?
Goedemorgen, Rick. Wat is er nou met jouw been gebeurd? Nou, ik ben met mijn step gevallen en toen mijn been gebroken. Nou zeg, dat is schrikken. Doet het erg pijn? Nee, in het ziekenhuis hebben ze er gips omheen gedaan en nu doet het geen pijn meer. Ah, gelukkig. Maar hoe ga je dan nu lopen? En spelen, gaat dat wel? Het lijkt me echt vervelend voor je. Het is ook vervelend. Lopen mag ik alleen met krukken. Spelen gaat een beetje, maar ik kan niet steppen of in bomen klimmen of tikkertje doen. Ik moet steeds om hulp vragen omdat sommige dingen gewoon niet lukken. Maar Rick, je kunt misschien nog wel lekker lezen en spelletjes doen. En nu lekker naar het verhaal luisteren. Dat is een goed idee. Ja, bedankt. Gelukkig mag het gips er ook weer snel af. Nou, beterschap, Rick. Het verhaal van vandaag, waar we naar gaan luisteren, staat in de Bijbel in Markus 2. En het gaat over de Heer Jezus. Hij is dan in een huis in Capernaum. En er gaat een wonder gebeuren. Luister maar eens goed. Opzij, opzij, aan de kant. Ga eens even aan de kant. Wij willen er even door. Alsjeblieft, mogen wij er even langs? 4 mannen lopen samen met hun vriend, die op een draagbed ligt, door de straten van Capernaum. Hun vriend is ziek, hij kan niet lopen en daarom dragen ze hem. Ze lopen zo snel mogelijk, want ze willen gauw naar de Heer Jezus toe. Ze hebben gehoord dat hij in de stad is en nu willen ze daar met hun vriend naartoe. Want ze hebben gehoord dat de Heer Jezus mensen geneest. En ze weten zeker dat de Heer Jezus ook hun vriend beter wil maken. Maar de vrienden zijn niet de enige mensen die naar de Heer Jezus toe gaan. Het is erg druk in de straten. En hoe dichter ze bij het huis komen, hoe drukker het wordt. Ze kunnen er bijna niet doorheen. Opzij, mogen wij er eens even langs, alstublieft. Ga eens aan de kant. Maar het helpt niks. Het huis waar Jezus zit, is propvol. Hé, wat jammer nou, nu zijn ze zo dichtbij. Zo dichtbij de Heer Jezus en nu lukt het niet om dichterbij te komen. Maar opeens heeft één vriend een idee. Bij het huis is een trap en daar kunnen ze zo naar boven om op het dak te komen. Kom, dat doen we. En ze dragen het draagbed naar het dak toe. Daar doen ze stenen weg en de dakbedekking doen ze weg en zo komt er een gat in het dak. Heel voorzichtig laten ze de vriend op het draagbed naar beneden zakken. De mensen kijken verbaasd. Wat gebeurt er allemaal? Wat een lawaai! Wat gebeurt hier? Er komt een bed naar beneden. En het bed zakt precies voor de voeten van de Heere Jezus. Precies daar waar het moet zijn. En de Heere Jezus weet al lang wie die man is. Hij weet dat deze man niet kan lopen. En hij weet ook dat deze man door het geloof en door het geloof van zijn vrienden nu dicht bij hem is gekomen. En hij zegt, je zonden zijn vergeven. Wat is die man blij? Er zijn ook mensen in het huis die zijn helemaal niet blij. Hoe zegt Jezus nou zomaar, je zonden zijn vergeven? Dat kan toch alleen God? Maar de man gelooft wel dat de Heer Jezus de Zoon van God is en hij wordt er heel blij om. Geweldig, al zijn verkeerde dingen vergeven. En de Heer Jezus zegt tegen de mensen, het is heel makkelijk om te zeggen dat iemand zijn zonden vergeven zijn. En jullie kunnen niet zien of dat ook waar is. Maar ik zal jullie laten zien dat ik mensen kan vergeven en mensen kan genezen. En hij zegt tegen de man op de grond, ga staan, neem je bed mee en ga naar huis. En gelijk gaat de man staan. Het lukt en hij neemt zijn bed mee en hij wandelt naar buiten. De mensen zijn erg verbaasd. Hoe kan dit nu? Het is echt een wonder. En ze geloven dat de Heer Jezus echt de Zoon van God is en ze loven en prijzen hem. Wat een wonderlijk verhaal, hè? Wat gaaf dat die vrienden zo die man dicht bij de Heer Jezus brachten. Ook wij mogen dicht bij de Heer Jezus komen. Ook wij mogen onze vrienden dicht bij de Heer Jezus brengen. We hoeven er niet voor op een dak te klimmen. We mogen gewoon onze handen vouwen en dan mogen we zo dicht bij de Heer Jezus komen. Zullen we dat doen? Machtige God, trouwe Vader in de hemel, dank u wel voor dit wonderlijke verhaal uit de Bijbel. We danken u dat wij ook aan uw voeten mogen komen. Dat u een God bent die ons ziet en die ons kent. Dat u ons wilt genezen en onze verkeerde dingen wilt vergeven, omdat u Jezus
daarvoor voor ons aan het kruis stierf. We bidden deze dag speciaal voor zieke mensen, Vader. We weten dat u alle kracht hebt om ze te genezen en we dragen ze aan u op. We bidden voor onze vrienden, wilt u ook voor hen zorgen? En we vragen u of u deze week met ons mee wilt gaan. Bij alles wat we doen, wilt u ons zegenen? We prijzen u omdat u onze God bent. In Jezus' naam, amen. Als laatst gaan we zingen De Heere zegent jou. Doe je mee? Wat jammer, we zijn aan het einde van de kinderdienst. Dat is zeker jammer. Ja, maar de kinderen mogen thuis nog gezellig gaan knutselen. Ja, leuk! En we hopen jullie volgende week natuurlijk weer te zien. Ja, tot volgende week! Doei! Doei!